Ja, sst. Remco, verbazend iedereen op de ijsbaan aan het trainen en jij op de fiets. Waarom? Even een dagje van het ijs af. Lekker even bandjes lostrappen. Er staat morgen ook wat te gebeuren volgens mij. Ja, morgen 500 en 1000. Tweede wedstrijdje van het seizoen. En zondag een 1500. Dan moet je gelijk al pieken, of niet? Want er is wat te verdienen. Ja, worden wel meer of meer. Dus, ik had vorig jaar natuurlijk een heel slecht jaar. En ik moet me daarom dit jaar moet ik me opnieuw kwalificeren voor het NK afstanden. En dan moet ik limieten rijden. En, maar mocht het overhoop niet lukken dit weekend, dan ga ik volgend weekend naar mijn thuisbaan Enschede en dan ga ik het daar proberen. Wat voor limieten moet je rijden? 1000 meter weet ik niet eens. En voor mij is de 1500 meter 1,48,2. En het 1000 meter is 1,10,90. Oké, nou prima. Jan, morgen wordt het serieus. Een wedstrijd. Ja, zeker. Meteen de eerste kwalificatie van het seizoen. Dus, maar ik heb wel vertrouwen in. Dus ik denk dat het wel gaat lukken. Hou je er rekening mee tijdens de trainingen? Natuurlijk, je ziet wel dat ik een iets ander programma draai dan de allrounders. Ik ben nu al iets meer snelheid aan het doen en iets specifieker aan het trainen voor de 1500. Want het is wel lekker als ik me nu gewoon meteen plaats de limiet rijd. Dan zal dat gewoon in de voorbereiding naar het NK wat rustiger zijn. Dus ja, vandaar dat we dat gewoon doen. En, maar ja, ik vind het wel lekker even wat snelheid af vastpakken. En ja, het zet je wel al een beetje op scherp. 1,48,2 moet je rijden. Stel dat je het niet rijdt. Wat gebeurt er dan? Ik denk dat ik het niet ga rijden. Ik denk dat ik wel sneller ga rijden. Want het voelt goed in de training en het ijs is snel. Dus ja, ik ben niet echt bang voor de tijd. Ik ga gewoon lekker openen en drie goede rondes rijden. En dan moet ik op de klok kijken en gewoon een tijd snel aan 48 zien staan, denk ik.